ook veel meer doorgekeken. Een kokblokker of zo. Hoe? Kokblokker. Oh, dat was niet zo. Seks op de eerste date moet kunnen. Ja, nee, sowieso. Oh, maar het gaat niet aan. Hey. Ik denk altijd dat als ik iemand echt leuk vind, dan ga ik geen seks hebben met je op de eerste date. Dan doen wij seks op de eerste date? Ja. Ja? Ja. Weet je dat niet meer? Nee. Oh, ging, ja. Ja. Nee. Jawel. Ja, ik vind dat dat wel kan. Ja? Als het klikt. Binnen hoeveel dates hadden wij seks? Oh ja, nul. Ja, binnen hoeveel minuten is eerder een goede seks? 4, 5? Ja, zoiets. Ik denk niet echt seks. 4 of zo? Oh, vaak gevoeld. 2. Dat denk ik ook, ja. Maar de kijk, eerste toen bleef keer je, ja, de tweede keer toen bleef je bij mij slapen omdat je je trein niet meer terug kon pakken toen naar Antwerpen. Trein niet meer terug kon pakken. Inderdaad, we deden alsof je hem niet terug kon pakken, inderdaad. Eerste. Ja. Jij kwam bij mij over de vloer en toen bleef je slapen en toen hadden we gewoon seks die avond. De eerste keer was ook lachen. Ja, voor jou! Ja, het was niet eens op een bed of zo. Ja, volgens mij nog voor de avond zelfs. Ja. Ja. Ja, want we bleven ook nog echt de hele nacht wakker en we gingen naar het park s'nachts, midden in de nacht, met wijn en zo. Het was echt een gekke date. Het was toch... In het water. Ja. Very romantic. Ja. For you, maar voor mij het was zeewater. Ah, zout. Ja. Maar... Wie heeft wie versierd? Volgens mij heb ik jou versierd. Nee, ik ben niet iemand echt die mensen versiert of zo. Nee, dan ben ik het. Ja. Ik denk jij en mij. Dat weet ik 100% zeker. Ja, we zien wel een beetje, ja. Want ik weet nog wel, het was op de verjaardag van die vriend van ons. Ja, ik weet nog toen jij binnenkwam, toen vond ik jou heel arrogant. Want je, wat ik zei toen een keer tegen jou, ik zei tegen iedereen gedag, maar ik kende niemand daar. En die liep zo voorbij mij, toen dacht ik echt, oh, oké. Omhoog gevallen, gozer dit. Ja. Ik denk niet dat er veel versieren aan was, volgens mij. Want ik kan me nog herinneren dat we gewoon lang gepraat hebben op Tinder. En omdat we gewoon zo'n lekkere dynamiek hadden, dacht ik van, begon ik je vanzelf leuk te vinden. En toen later bij de wc's, toen stonden wij samen te wachten, en toen raakte we aan de praat. En toen wij samen die hele avond op een trap gezeten. Maar ik wist niet wat de vibe was, dus ik dacht gewoon, ja, prima, gezellige avond. Pas toen ik wegging, toen in de gang, hadden we gezoend. En toen dacht ik, oh, oké. Jij nam wel het initiatief, maar ik heb jou wel verleid, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, maar je bent wel charmant, hè? Het was in het begin heel vriendschappelijk, toch? En dan opeens, nee, jij vroeg wel als eerste dat je mij mocht kussen. Ja. Dat vond ik heel grappig toen, want dat was echt verschrikkelijk. Ja, we hadden elkaar op internet ontmoet. Ja, ja. Wie heeft in wiens DM geslijt? Ik in haar DM's. Ja. Want, oké. Okay, ga je dit vertellen? Nee. Nee, mag ik het vertellen? Oh my god. Ja, ik brak mijn enkel de eerste keer dat we elkaar zagen, toen met skateboarden. Ja. En toen was het ijs gebroken. Nee, er was een Facebookgroep en daar posten mensen dus allemaal zonder hun hoofd, anoniem, een foto van hun cleavage. Dutch Boobs Community. En zij was zo slim om op haar eigen foto te reageren. Oh, wat mooi. En ik was van, dat heb ik niet gedaan. Jawel. Ik was wel comments aan het liken van... En je zag zo duidelijk dat het jouw kamer was. Ja, maar niemand wist hoe mijn kamer eruit zag van die mensen. Maar dat zag je gewoon in je profielfoto. Wat? Toen heb je haar op en je hebt daar op Facebook. Ja, ik had er gewoon DM'd. Van, dat is een gekke detective. Dit ben jij gewoon, dit is best wel duidelijk. En toen gingen we gewoon kletsen. Wat was je eerste indruk van mij? Ja, arrogant dus. Irritant. Ja, G, ik weet nog, op kermis, hè, dat is de eerste keer dat ik jou zag in die botsauto's. Ik ben zo aan rijden, opeens kon ik zo. Hé hey man, doe rustig. Ik wil gewoon botsauto rijden. Ik wil ook gewoon rustig praten, man. Ja, nee. Ik zit tegenover je, hallo. Mijn moeder die zei tegen mij, shout-out naar haar, ze zei, oh ja, Alex, ik ben een lekker kontje. In eerste instantie was je niet eens mijn type of zo. Maar once you go black, you never go back. Dus ja. Dat is wel waar. Ja, man. Ik dacht echt dat mijn matties gingen zijn. Ja, ik ook. Gewoon, ja. Gewoon vriendelijke jongen, spontaan. Ja, dat eigenlijk. Ja, dat is het. Ja, wel cute. Ja, toen ook nog zo'n afro. Ja, je had een heel leuk haar. Je had heel leuk haar. Die op Tinder, mijn eerste indruk, jij had hele specifieke foto's. En ik wist niet zo goed of je een meisje of een jongen was. Oh ja, dat is zo, ja. Ik was heel geïntrigeerd.
Maar omdat ik niet wist of je een jongen of een meisje was, had ik bijna naar links gezwaaid. Hoe was onze eerste date? Wat was onze eerste date? Mackie? Ja, maar toen waren we niet echt met z'n tweeën. Of bij de, toen we naar de bios gingen. Ook veel meer doorgekeken. Kokblokker of zo. Hoe? Kokblokker. Wat was met jou? Dus je dacht dat het met z'n... Je gaat maar vertellen dat je dacht dat het met iemand anders was. Nou, prima. Ja, het was niet echt een date of zo. We hebben niet echt iets heel bijzonders gedaan of zo. Nou ja, jawel, wel gekaast, maar... Ja, het duurde 4 dagen. En daarna gingen we naar mijn vader, met mijn vader naar de IKEA en hebben we hem heel erg hebben en houden verhuisd. Ja. Dat was een lange date. Ja, ik weet nog dat ik terugkwam op werk en dat ik zei van, oh ja, ik heb mijn eerste date gehad met de Jula. En zo, hoe was het? Ja, ik kom net terug. Wie begon er als eerst over een relatie? Geen. Nee, dat, we waren nog niet echt tot dat... Jij dacht dat ik dat ging doen, maar ja, dat was echt zeker niet waar ik heen ging. Skip. Nee. Ja, ik was het. Hoe dat ging. Ja, ik denk dat ik tegen jou heb gezegd van dat er wel een reden achter zat waarom dat ik naar Antwerpen kwam. We hadden gezegd, als ik terug ben van vakantie en het gaat nog even goed tussen ons, dan zullen we iets zijn. Dat weet ik nog wel. Ah, jij. Oh ja, ik was het roeloe. Oh, yo, ik weet het nog. Dus ik durfde jou niet echt aan te spreken van, yo, Faka, wil je wat doen? Ja. En toen heeft mijn mattie een bericht naar jou gestuurd van, Alex, die vind je leuk. Alex, die vraagt of... Oh ja! Ja, toch? Wow. Ja. Yes. Volgens mij zei je iets van, oh, ik dacht dat we al samen waren. Volgens mij... was er niet echt heel veel praten over een relatie, maar ergens in de derde, vierde dag van onze eerste date, ja, zei ik dat ik van je hield. En dat was gewoon het begin van de relatie, basically. Ik heb een vermoeden dat jij op enig punt gewoon iets vroeg van, hebben we nou een verkering of zo? Nou, dat denk ik. Ik ben daar best wel heel snel in. Als ik iemand leuk vind, dan denk ik, oh, relatie. Wie zou als eerste ik hou van je? Ja, neither. Nee, maar allebei niet. Nee. Ik hou nu wel van je, maar ja. Niet op die manier. Volgens mij ik. Sowieso jij. Dat was in bed. Ja, ik zweer het. Want we waren klaar. En, ja, we waren klaar en ik draai mij om en toen zei je van love you. En ik was echt zo, oh, oké. Okay. Nou, voor mijn gevoel hield ik sowieso veel meer van jou. Er zaten een paar seconden tussen voordat ik ook zei van ja, ik hou ook van u. Ik ben niet zo romantisch. Nee, dat heb ik gemerkt. Echt waar. Heb ik nooit gezegd? Echt wel, jongen. Doe niet zo raar. Wel? Maar ik zei dat echt nooit tegen iemand. En toen zei je van, nou, ik vind het fijn dat je bent. Toen kwam het eruit bestond. Ja. Ja, en toen zei hij van, ah, oh, dat vind ik echt super cute. Ja, toen dacht ik, wat een droogkloop ben jij, zeg. Jezus. Ik zei als eerste, ik hou van je. Het voelde als woorden die ik uit moest kotsen of zo. Ah ja, jawel. Oh, jawel. Oh, sorry. Jawel, jawel, jawel. Oh, sorry. Ik heb dat wel gezegd. Jawel, jawel. Maar ik was misschien wel de eerste. Ja, dat wel. Ja, ik heb dat heel stilletjes gezegd. Gefluisterd in mijn oor. Ik heb dat gefluisterd in je oor. Ja, en ik schreeuwde het bekant van de daken, maar dat geeft niet. Jullie hebben zo meteen 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben gehad. Oh my god. 3, 2, 1. Bed. Badkamers. 2 badkamers. 3 badkamers. Het park van de Opendam. Kelder. Kelder? Ja. Dat was je vaders werk. Echt? Ja. Oh. Dat is het. Oh, kut. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en laat even een reactie achter daar beneden. Ja. Nou, top. Hey.